Hap, hap, dames en heren, welkom weer in een gloednieuwe aflevering van DW Vissen Team. We gaan vandaag lekker vissen op een relatief nieuw watertje. We hebben de afgelopen weken wel een paar keer gezeten. Echt dikke bakken weten te vangen al. En kijk eens, ik ben vandaag niet alleen. We zijn vandaag met z'n tweeën. Ja. We hebben er zin in. Jij hebt er zin in? Zeker weten. Kijk, vertrouwen. Nog vertrouwen ook. Kijk, we hebben echt zoveel spullen mee. Jezus, gaat het passen op de fietsen? Ja, dat komt wel goed, denk ik. Ik denk het wel. Jij hebt laatst een recordje gevangen in de vorige video met jou. Ja. Misschien hebben we er vandaag nog wel een dikkere gaan vangen. De omstandigheden zijn echt beter dan ooit tevoren. Kijk, het is lekker weer. Lekker weer. Ik ga eens even mijn telefoon erbij pakken. Check deze. Kan je wel zien, toch? Ja, luchtdruk is 1016. Westenwindje. Kijk. Ja, het is echt perfect, hè? We gaan een beetje de karretjes inpakken. Dan gaan we voor goud. Lekker, man! We zijn er klaar. Lekker gek. En kijk dan, we hebben zoveel spullen mee. Jeetje. Op de fietsen en ik heb het nauwe warm. Ah! Maar ik ben gek, Bram. Ja, we gaan sowieso een vis vangen. Ja, je moet er toch echt wat voor over hebben, hè? Die gaat een pokkenend worden. Ja. Het is ongelooflijk, maar waar. We zijn er klaar voor. We zijn er zeker weten klaar voor. We hebben zeker 100 kilo per fiets op de fietskar zitten. Hij stijgende lijn, hè? Brammetje heeft een elektrische fiets. Strijder, man. Ik heb een normale fiets van mijn zusje. Ai, rem hem af. Kan wel een beetje helpen, maar Bram's car is zo onstabiel. Dat is nog eens. Zo. Het lijkt de fietscar van Chitten wel. Hey, wat is er nou net gebeurd toen je hierin kwam? Ja, er kwamen twee tegenliggers en die gingen niet aan de kant. Dus ik moest uitwijken en toen viel mijn car op de auto weg. Ja, drama. Zo, jouw bandjes zijn ook wel zacht, hoor. Zo, die zijn zacht. Moet je die een keertje oppompen? Nee, dat geloof ik wel. Kijk dan. Overal mensen, maar we gaan het gewoon proberen. Zo, we zitten dan eindelijk, hè Bram? Ja. Met op de achtergrond het mooie logotje, DW. Prachtig jongens. Stek ziet er super goed uit. Hier en daar wat witvissers. Maar dat doen we helemaal niet moeilijk over. Hè? Moet wel goed komen. Allereerst gaan we even onderlijnen klaarmaken. Dan het plan van aanpak bedenken. We zijn toch maar dicht bij de kant gaan zitten. In verband met de lelies. Kijk dan, echt dramatisch. Het ligt helemaal vol, wel goed voor de vis. Kijk wat een stek dan. Ik ga misschien zo meteen het water in om hier wat lelies hier en daar uit te halen. I never eat it before. But no? No. Always it's too big. You can go to the Polish winkel. Yeah. And you can still buy it. It's very big, you know? Ja, ik had zelf geen zwembroek mee, dus Bram zegt, nou je mag mijn dure D-Square zwembroekje aan. Hoppakee, gelijk haken met weer haken al. Door de zwembroek heen. En ben je blij, Bram? Nee. De onderlijnen zijn er klaar voor. Ik ga vandaag vissen met... Ja, een soort van snowman presentatie. Een uitgeharde bol is de Hard Ones The Key van Nash. Met erbovenop een fake muisje. Soepel onderlijn materiaaltje met een vast loodsysteem dat er gelijk kan afschieten. Zodra de vis de lelies in schiet. Deze vis ik wel met een harde onderlijn. Met vanaf hier het stukje gestript. Kan die lekker mooi vrij soepel bewegen. Brammetje had nog geen onderlijn. Want ja, de spullen zijn gestolen natuurlijk. Maar we hebben twee hele mooie gemaakt. Kijk eens even. Die haken zijn zo scherp, hè? Deze vooral, jongen. Ja. Het is echt bizar. Heb jij nog wat pop-ups voor mij voor deze? Ja, sowieso. Kijk, trouwens even BTW. We vissen vandaag en voeren met de formula van Nash. Dit is de tuna black pepper volgens mij. We gaan het doen. We voeren er veel mee, maar aangezien er echt heel veel kreeft zit en we geen kreeftenspul hebben, vissen we met uitgeharde boilies. Pop-ups heb ik voor jou. Kijk eens, hoppa. Lekker man. Genoeg keuze. Kies maar even wat moois uit. En heb je er een beetje vertrouwen in? Ja, zeker weten. Eerlijk, locatie is prachtig. Het weer zit mee. Omstandigheden zijn echt goed. Het zonnetje verdwijnt denk ik binnen een kwartiertje achter de bomen. Nog geen grote boten gezien. Nee man, het gaat echt lekker. Het begint steeds rustiger te worden. Mensen zijn nog wel aan het barbecuen. Maar we hebben er zin in. Met jou is het allemaal uit mijn haar. Ik wil zwemmen. Maar de onderlijnen zijn klaar en daar gaat het om. Laten we ze zo meteen in gaan gooien en dan even lekker bakken. Zeker.
weten. Geen hamburgers vandaag, hè? Nee. Ja, gooi maar in. Het is vrij diep. 2,5 meter. Juist, zak houden. Voed hem. Ja, dat is precies goed, man. Was die hard? Ja, was niet vast niks. Hij is vet. Oké, en dan een toploodje hier achter de leden zien te leggen, want die boten komen heel de tijd langs. Juist, beide hengeltjes liggen op scherp. Vergeet de piepen niet aan te zetten. Kijk, ingedrukt houden, knopje. We hebben de spoelen echt super dicht staan. Ah, lekker man, lekker geluid. Ja, dan beginnen we maar lekker. Hoppa. Allemaal lekker een beetje met baby's. Er zit ook flink wat meer goed, dus een beetje belangrijk om de bank goed te veel te voelen. Zou het genoeg zijn? Ja, ik denk het wel. Nog wat tijgers om het af te maken. Chef Kok, ik weet niet of hij zo werkt. Oh ja, is die. Een paar goede handen. Yo! Yo, spreek met Chitten van de Schee? Ja, de enige echte. Lekker man, ik ben nu met Bram aan het vissen. We zijn aan het filmen, je staat op de camera. Dus weet goed wat je zegt. Maar ik begreep dat jij niet bent meegegaan vandaag, omdat je met Boudewijn zou gaan vissen morgen. En Boudewijn kennen we niet meer, dat is wel kut. Maar als je echt een baas bent, kom je nu meer spullen hierheen en dan gaan we z'n drieën nacht. Het ligt er zo mee bij. Ja, je bent helemaal niet goed, Joost. Gewoon niet worden. Nou, Bram? Je bent echt een hondje. Ja, de partycrew is er. Kijk eens lekker, ja. Bram. Cheers. Oh, nice. Van onze lieve Poolse vrienden. Dankjewel, man. Een beetje dat. Biertje? Van de water, hè? Biertje, oké. Dankjewel, man. Dankjewel. Hey, dankjewel. High five. Lekker, jongens. Hey, dank jullie wel. Zo, lekker grap. Dat is niet normaal, hè? Wat een avondje. Zondagavond, jongens. Alles is leeg hier. Iedereen is naar huis vertrokken. We hebben het voor onszelf. En we zitten hier toch een partijtje te genieten. We hebben allebei ook ons tweede hengeltje ingegooid. Even flink wat aangevoerd met de Nash Cybershot aan het overkantje. We hebben van onze Poolse vrienden een lekker vuurtje gekregen. Masterchef Bram, je bent normaal gesproken ook kok voor beroep, toch? Ja, dus we gaan even de sperps om. Ja, jij kent het wel. Lekker sperps van de keurslagen. Kipsaté, je kent het wel, jongens. Hier, proost, man. Lekker pilsje erbij. Eén probleem is wel, er zijn weer een aantal boten daar bij die stekker langsgekomen. Morgen, maat. Hey. Kijk eens aan, dames en heren. 1-1 gezelligheid. We hebben een paar bezoekers, lekker bakertje erbij. Lekker bakertje. Sowieso verversen. Rond een uurtje of 10:30, net voordat het donker is. Ja. Hey, een klein onderhands worpje. Moet goed komen. Ik rammel wel een beetje. Zeker weten. Hoe is het mogelijk, Bram? Hey, dames en heren, goedemorgen. We waren eigenlijk de spullen een beetje aan het inpakken. Het is een uurtje of 1. En ik zeg zo, moet je kijken, mijn lijn zit helemaal vast in de lelies. Zit er in de kop, man! Ah! Hey, geef een schip in. Zo, hoe is het mogelijk, Bram? Lekker. Jij gelooft er maar eerst niet, hè? Nee, ik dacht eerst dat je lulde, maar... Nou, die kamer wel lekker aan. Oh, het is echt lastig, kijk, blokken in die lelies hier. Oh, hoe is het mogelijk? Lekker gek. Hoe dan? Jij gelooft er maar niet, hè? Ik geloof het zelf eens ook niet. Nee, jij gaat niet. Zo, een spiegel. Een spiegel. Oh. Jij bent een schub. Oh, een schubbel zijn. Met dwarfjes. Nee. Een mooie donkere spiegel, hè? Het is lastig hier in die lelies, hè? Ja, gek. Wat een drama. Zo.
Ja. Juist. Fucking mooi, hè? Op die single pop-up, hè? Happy day, stiekem wel. Yes, dames en heren. Daar is hij dan. Hij is mooi, jongen. We gaan hem niet eens wegen. Hij gaat de 10 kilo niet redden, denk ik. Kilo hoe bizar 7. Is dit? Ja, de 8 kilo redt hij wel. Net aan. Kijk dan. Zo, hij is mooi. Kijk dan. Zieke vis. Toch nog gewoon visje vangen. Dus toch nog een video. Geen blank. Happy days. Ik ben super blij. Hey, zullen we nog wel een paar uur blijven? Of wil je zo naar huis? Ja, we kunnen nog even blijven. Ja, dan gaan we proberen nog even snel in te vangen. Ik ben echt super blij. Foto schieten. En dan gaan we terugzetten. We hebben geen terugzet, man. Die slinger, want die is natuurlijk gestolen. Kijk, hier is die. Onze beauty. Zullen we hem onder water filmen? Hahaha, daar is die hoor. Zo blij als een vogeltje. Ja. Hey Bram, jij bent er helemaal klaar mee, hè, met dat gefilmd? Ja. Bram heeft er geen zin meer in, maar ja, we moeten blijven doorgaan. Nou, we wouden Ellen naar huis gaan. Maar ja, naar de vangst van onze spiegel. We hebben toch besloten om nog heel even te blijven. Ik moet eigenlijk editen en ik ga nog een nachtje vissen hierna. Dus er is enige haast mee gemoeid. Maar ja, we gaan gewoon nog even de hengel optuigen. Kijk, ja, hier zou ik hem mee gevangen. Fucking ziek. Single pop-up. Boom. Ik ben dus eigenlijk helemaal voor niks het water ingesprongen, want de onderwaterbeelden zijn niet zo mooi geworden. Waarschijnlijk omdat ik zo uit het water insprong. Maar ja, weet je. Je moet er iets voor over hebben. Jawel, jawel. Het moet er toch een keer van komen. Zijn de boxjes uit en we gaan ermee kappen. Hé Bram, het is inmiddels 3:50 middags. We zijn er helemaal klaar mee. Hij vond je gezellig? Sowieso. Ja toch. We hebben toch een visje weten te vangen. We werden vanmorgen wakker. We dachten ja, niks gevangen, kut. Weer geen video. Maar tot onze grote verbazing zat er toch klaarblijkelijk een vis aan. De hengeltjes worden ingehaald. Hoppakee, lekker man. Piepen stond eruit. Die gaan we binnen draaien. Ik ga zo meteen weer een nachtje vissen. Vond je het nou een leuke video? Wordt een beetje lastig, maar doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Voor het einde van het jaar, 20.000 abonnees. Gaan we allemaal hier schreeuwen met z'n kou. Je weet het. Elke dinsdag maar over een nieuwe video. Ik zie jullie volgende week. Later!